Als moeder van drie heb ik een heel boeiend leven. Drukke job, weinig tijd, heel veel te doen. Toch kook ik elke dag vers en zeker niet te duur. Ik denk dat is meer zoiets dat ik heb gedaan als een klein meisje in IJsland. Want ik sta daar op die patatenveld gewoon die rauwe patatten op te eten. Maar nu kan we even koken, hè.